Prijssterjournalist Jan Juriet heeft onthuld dat vriendjespolitiek en belangenverstrengeling al lange tijd schering en inslag zijn in Hilversum. In een podcast die hij samen met Mark-Marie Huibrechts maakt, vertelt hij over een onderwerpverbod dat hij ooit kreeg bij het programma Koffietijd. Tijdens een terugblik op hun eigen optreden bij Koffietijd, waar ze waren om hun podcast te promoten, komt het onderwerp ter sprake. Jan legt uit dat het programma wordt gefinancierd door de Postcode Loterij, een organisatie waarmee hij in het verleden ook te maken heeft gehad. Hij deelt, toen wij bij Koffietijd waren, lieten ze een oud fragment van mij zien van 15 jaar geleden, waarin ik het shownieuws bracht. Jan werd destijds het zwijgen opgelegd, zo vertelt hij verder. De Postcode Loterij heeft een aantal vrienden die voor hen werken, waaronder destijds Ron Brandstede. Wel nu, op de ochtend dat ik daar was, 15 jaar geleden, was Ron Brandstede met zijn dronken hoofd de vecht ingedoken. Hoewel Ron uiteindelijk uit het water wist te komen, bleef zijn auto achter in de sloot. Maar ik mocht dat niet behandelen, omdat hij bevriend was met de Postcode Loterij. Als klap op de vuurpijl kreeg Jan die dag ook nog een overhemdverbod opgelegd. Toen ik daar aankwam in een lichtblauw overhemdje en een jasje, bleek volgens de regisseur dat het overhemdje niet paste bij de kleding van Larette Schrijver. Vroegen ze me of ik iets anders bij me had. Uiteindelijk moest Jan de presentatie doen in het zwarte overhemd van de cameraman. Allemaal zo dwangmatig.